Eagles supporters hebben ook iets moois meegebracht. Maar er is ook een mooie sfeeractie van de fans van Twente. Er is aangekondigd een sfeeractie en dat is hem. Kijk en geniet. Opstelling van Twente door uw beeld, dadelijk daar details over, maar door zulke prachtige beelden. Door een lied als dit moet je eigenlijk niet te veel heen praten. U zag bij Twente de nodige wijzigingen. Schenk, Szalai, Espinoza, Vuskic en Nakamura zijn niet opgenomen in de basis. En bij de Eagles is alleen Van Doelman verwisseld. Als het gaat om de wedstrijd die hiervoor gespeeld werd. De winst bij Helmond Sport 2-1. Jay Gorter speelt. Hij is 20 jaar. 19 nog maar trouwens. Geboren in Purmerend. In de jeugd bij Ajax en AZ gespeeld. En nu heeft hij, nadat hij begon op een amateurcontract. Zojuist één deze dagen. Afgelopen dagen precies weet ik niet. Maar onlangs, dat is best omschreven, getekend voor 2,5 jaar. Weet u alles wat de Eagles betreft op dit moment. Pleguezuelo, Busquets, Bijen en Verdonk. De achterhoede bij Twente. Abu Janja speelt. Romoratu, Brama en Aitor, Bergreen en Zeknini. Dat is ook 4-3-3. Brito. Ja, dat is raak. Brito mag daar aan de linkerkant door. Wordt niet echt lastig gevallen door Aitor. En het is Rabiaar die binnenwerkt. Vlotte tegenslag voor Twente. Het was een beetje alibi verdediger van Aitor Cantalapiedra. Die loopt wel mee. Maar wat doet hij eigenlijk? En datzelfde geldt ook voor Bijen. Want die gaat er nou toch ook niet echt helemaal voor zitten. Daardoor kan Rabiaar met de knie scoren. Het antwoord van Aitor zelf. Dat had zomaar gekund. Verdonk. Wel dan gemist, half door Aitor Cantalapiedra. En dan raakt Liefdink via Arujanja de bal als laatste. Manschot, Liefdink werd wel degelijk even vastgehouden. Manschot laat het gaan en wellicht profiteert Gaueta. Ja, dat is een penalty. Ja, natuurlijk is dat een penalty. Vasthouden. En een gele kaart is nog mild bestraft. Hier deze ingreep van Bijen, dat is zo slecht dat hij dat moet corrigeren. Hier houdt hij al vast en hier houdt hij nog vast. Ja, en hier laat hij los. En waar je loslaat, daar telt het. Dus een penalty. Veldmaten. Schiet hem feilloos binnen. Drommel naar de goede hoek, maar dat maakt niet uit als je zo binnenknalt zoals Veldmaten hier doet. 0-2 en we hebben nog geen kwartier gespeeld. Bergreen, Zeknini. Want ja, 2-0 is tamelijk desastreus om te beginnen. Maar ja, één treffer en je doet wel weer mee natuurlijk. Vrijdag is het te doen, zei hij voor de wedstrijd. Uit bij RKC, maar ja. Lijkt me meer iets voor een open brief dan voor een spandoek dat wat daar tentoongespreid werd.
goede redding. En dan krijgt hij terecht wat handjes voor. Berggreen, omhaaltje. En een spectaculaire zweefsave van Jay Gort. Goed laten lopen door Navratil. Weer heeft Brito daar aan de linkerkant de vrijheid voor een goede voorzet. En die voorzet is weer goed. Zo goed dat daar Van de Venne tot schieten komt. Go ahead. Dicht bij 3. Treuzelen. Het helpt allemaal niet. Bijen werd ook wel even vastgepakt. Maar toch, uiteindelijk komt Twente er onwaarschijnlijk beter uit met Zegnini. Zegnini met rechts. Ja, dat is doorzien natuurlijk tegen Mente aan. Daar is Aitor nog. Hoekschop. Even een aanzetje van de thuisploeg. Korten en de lat. En weer een hoekschop. Twente dichtbij. Ik denk dat Gorter nog een vuist tegenaan kreeg. Gorter die niet blijft staan en geholpen wordt. Bal gaat naast. Even ademhalen. Berggreen, kopbal. Ik denk dat Gorter er niks mee van doen heeft. En de volgende gaat net naast. Brama en weer Verdonk. Weer Verdonk die daar veel ruimte krijgt. Brama heeft de tijd om te schieten tegen Corboza. Dan wordt hij slecht teruggelegd door Rabiot. Het is hands penalty. Ja, van dichtbij, veldmaten. Kan moeilijk anders, krijgt ook een gele kaart. Daar is allemaal niks tegen in te brengen. Aitor Cantalapiedra. Kan Twente op het half uur terugbrengen in de wedstrijd. En dat doet hij feilloos. De bal blijft daar weer merkwaardig hangen. Beetje weggewerkt door Busquets. Opgevangen. Hey, dat is een meneer Manschot. Daar wordt Navratil toch echt wel opzij gezet. Maar ja, er is geen VAR. Dus we gaan vrolijk verder naar de andere kant. En dit is dan wel een vrije trap. Ja. Van de Venne en Zegnini maken intussen ruzie. Hier wordt de bal niet gespeeld. Het is gewoon een penalty. Hier. Omver gelopen. Hier wordt Go Ahead tekort gedaan. En dat is duur, want het is in plaats van de mogelijkheid op 3-1, 2-2. Bijen is blij. Aitor is de man die de vrije trap neemt. En Bijen komt binnen. Liefdink, goed balletje. Berde is snel. En hij schiet hem binnen. Daar is het moment voor Go Ahead dan toch. In de 69e minuut. Liefdink. Berde. De hand van Drommel. Niet genoeg. Hij langzaam bal tegen het zijnetje aan. Go Ahead weer op voorsprong. Is Go Ahead weer weg en dit moet raak zijn. Het is 4-2. Marsje weer 2 en net nog zo weinig tijd van de Venne dit keer. Zou dat wel eens de genadeklap kunnen zijn? Navratil, zoveel vrijheid, zo makkelijk weggelopen en precies op tijd afgelegd. Het omhaaltje is ook belangrijk. Berde, Navratil, Van de Venne. Drommel. Zomaar in deze richting. Ja, dat lijkt het enige juiste. Berggreen, bal kwijt. Omdat hij wel tijd had om daar een tegenstander behoorlijk te raken. Is het Beukema. Beukema is boos. En gaat dan staan. Zegt tegen Manschot, kijk dan even wat er gebeurt.
En Berggren is inderdaad niet geheel en al onschuldig. Even kijken wat er precies gebeurt. Ja, dit is een overtreding. Dit is echt een overtreding. Hier wordt het helemaal niet geconstateerd. En door de assistent niet. En door Manschot niet. Die ziet wel meer niet vandaag. Wat Go Ahead moet doen is rustig blijven in de resterende minuut. Alles of niets. Alles of niets. Ja, dat is een nuttige aanmoediging. Manschot vindt dit niks. Drommel, drommel. Ja, Rabiot dacht ook, dat zullen we maar even laten gaan. Van de Venne, Go Ahead, de bal is rustig blijven. Rabiot weer buitenspel. Nee, dan is het 5-2. Dan is het 5-2, dan is het nou toch wel helemaal gedaan. En straft hier Go Ahead Twente met grote cijfers. Nee, het is geen buitenspel. Het is goed gezien. Goed gezien van de assistent. En keurig afgemaakt door Rabiot. Geen prioriteit. Nou, dus wat dat betreft is er ook allemaal niet zo heel veel aan de hand. Behalve dan de tik die je krijgt. En wat ook verstandig is van Manschot CS. Is dat er geen tijd bijgetrokken wordt. Maar we hebben Go Ahead. Gaat het leuke seizoen door. Het fijne seizoen verder. Maar door in de beker. In de koker. En zeer overtuigend. Zeer overtuigend. Twente Go Ahead. Eindigt in 2-5.